Papa, papa, eindelijk ben je thuis. Waar was je? Ik moest hard werken. Maar waarom dan? Weet je nog, voor wat we morgen gaan doen? Ja, we gaan op vakantie. Joepie! Ja, Naomi, dus dat betekent dat je nu vroeg naar bed moet gaan. Kom op, laten we gaan. Een dief. Elsa heeft haar eigen licht. Het is wit en het glanst in de zon. Zelfs in de felse kou blijft het ei achter de plooi. Heeft iedereen zijn paspoort? Ja. Goedemiddag, gaat u inchecken? Ja. Alsjeblieft, kamerander 2. Dankjewel. Ik heb honger. Voor ontkleden en eten. Doei. Dat is een collega van papa. Je kent haar niet, maar ze is wel lief. En je helpt niet. Naomi kan met ons spelen. Anna, Naomi wil niet met ons spelen. Ga je juf zeggen? Oké, ik ga naar juf gaan zeggen. Oké. Juf, Naomi is al een paar dagen heel verdrietig en wil niet met ons spelen. Kunt u met haar praten? Wij maken ons zorgen om haar. Ga ik doen. Zouden we gaan praten? Ja, juf. Mijn mama en mijn papa heeft ruzie en mijn papa
papa heeft een andere mooie vrouw nodig. Als we op vakantie waren, heeft mijn papa een nieuwe vrouw gezien. En nu heeft mijn mama en mijn papa ruzie met elkaar. Ze wachten de hele dag. En nu moet ik bij oma blijven slapen. En ik mis mijn mama en mijn papa. Jeetje, wat heftig allemaal. Wil je dat ik met je ouders spreek? Ik denk wel dat ik hun advies kan geven. Ja. Hallo, spreek ik met de moeder van Naomi? Oké. Kunt u morgenmiddag komen op school? Oké, dan zie ik u morgenmiddag. Hallo. Welkom. Ik heb gehoord dat jullie in een therapie moeten. Wat is er gebeurd? Ik heb een mooie dame ontmoet. En we willen het fijn maken in onze familie. In onze familie is het belangrijk dat het kind centraal staat. Oké, bij de volgende bijeenkomst werken we hier aan verder. Hallo Naomi, je gaat een tijdje bij oma slapen. Lieve dagboek, vandaag hadden mama en papa een beetje ruzie. Ik ga een tijdje bij oma wonen. Je hebt gelijk, Naomi. Ik help je wel. Ja, ik heb een heerlijke vakantie gehad. Mama's en papa's geen ruzie met elkaar maken, want ieder kind heeft het recht om contact te hebben met beide ouders.